Ik ben Ruben van der Kruis, eigenaar van der Kruis Vakschilders. En we zijn hier in Maarrezen op dit project. Het is een verbouwing. Ik spuit hier alle plafonds, alle muren, alle plinten, alle deurkozijnen. Die worden hier gespoten in een gebroken wit. Alle deuren en deze stalen balk, die wordt gedaan in zwart. Modern. Heel veel mensen zullen het verbazen dat ik deze woning helemaal doe door middel van spuitapplicatie. In 2018 heb ik de publieksprijs gewonnen van de Schildersvakprijs en de categorie onderhoudsschilderwerk. Dat project heb ik compleet met de hand geschilderd om een hele mooie bolle glans te krijgen. Ja, echt het authentieke schilderwerk. Watergedragen producten. Uiteraard kun je die binnen verwerken met kwast en met roller. Dit project doe ik compleet met de spuitapplicatie, omdat ik het strakker vind. Met spuitapplicatie, met binnenschilderwerk hou je een 9 en ik vind met de hand is maar 8. Het is ook gewoon beter voor mijn lichaam. Ik werk voornamelijk alleen en als ik zo'n ruimte met de hand moet rollen en ik moet dat de komende 35 jaar doen, in het emmertje soppen en rollen en ja, dat is gewoon niet goed voor mijn lijf. En met spuitapplicatie ben ik zuiniger op mijn lichaam. We hebben hier te maken met onbehandeld stukwerk. Dus er gaat een gepigmenteerde voorstrijk op voordat we hem af gaan spuiten. Heel veel schilders die spuiten eigenlijk in één laag. Die spuiten 60%, nevelen ze een muurtje voor en dan spuiten ze hem vol af. En dan noemen ze een piklaagje. Ja, ik vind dat de muren daar heel erg wolkig van worden. Ik ga hier een gepigmenteerde voorstrijk gebruiken. Dat is heel goed voor de hechting. En het voorkomt kleurbontheid. Sinds ik in 2018 de Nationale Schildersvakprijs heb gewonnen, ben ik behoorlijk actief op social media. Ik post veel filmpjes. Ik word benaderd door verschillende leveranciers als field tester. Dus ik heb eigenlijk altijd de nieuwste producten, de nieuwste tips en tricks. Dus wil je me volgen, dan kan op LinkedIn door Ruben van der Kruis te volgen of op Instagram van der Kruis Vakschilders. We gaan de muur spuiten met de nieuwe pistool van Krako. Het is een mooi, klein, licht spuitpistool. Ze hebben er een heel handig slangetje voor aangemaakt. Pas goed in de hand. Je bent heel wendbaar. Gewoon een super, super pistool. Vooral als je hem vergelijkt met de oude. Of in ieder geval een ouder pistool. Kijk, die is een stuk groter. Oude is ook een stuk zwaarder. Dus je bent veel, veel wendbaarder dan voorheen. Uiteraard zit er ook een klein nadeel aan. Als je er een langere spuitlans opzet, dan wordt die wel zwaar. Dus dan zou ik eigenlijk altijd voor deze kiezen. Maar verder, gewoon een topding. Hier staan we bij de deuren. Die heb ik van de week zwart gespoten. Dit zijn Belgische deuren. Hier zit een fineerlaag omheen. Een beetje risicovol voor de hechting, dus ik heb er een goede hechtprimer onder gezet. En daarna heb ik ze afgespoten met VVO Titanium Spray Zijdeglans. Ik spuit ze altijd kruislinks. Dus ik begin eigenlijk horizontaal. En dan heb ik hem helemaal gehad. Dan ga ik nog een keer van boven naar beneden. Dan zit er echt 180 mu op. Ja, dat vloeit zo mooi. En ja, zo glad krijg je ze gewoon niet met de hand. Gaat niet. Vond je dit nou ook een leuke video? Dan kun je hem liken. En je kunt je ook abonneren door te klikken op het juiste knopje. Als je dan ook een belletje aantikt, dan krijg je notifications als wij weer een nieuwe gave video van Schildersvak TV voor jou hebben opgenomen.